Zalland Sport, nabeschouwing. En hier is met trainer Laurens Knippenborg van Roda Raalte. Hij won gisteren met 1-0 van Barneveld. Goedemiddag, Laurens. Goedemiddag. Goedemiddag. En een gelukkige overwinning noemde ik het al aan het begin van de uitzending. Was dat ook zo? Ja, uiteindelijk wel. En, ik denk dat Barneveld misschien wel recht op een puntje had. Maar wel, denk wel, de beste kansen hebben gehad. Maar het was wel een wedstrijd die aardig in evenwicht was. En Barneveld speelde ook een prima pot voetbal. Ja. Uiteindelijk waren wij de gelukkige aan het eind van de streep. Ja. Dwong je het ook af gewoon door tot de laatste seconde van de wedstrijd gewoon die 1-0 te scoren? Ja, daar vond ik wel een klein wel een verschil in zitten. Hun begonnen in een hele hoge intensiteit, hoog tempo. En daar moesten we echt wel wat aan doen de eerste helft. Mm-hmm. En naarmate de tweede helft vorderde, werd het bij hun wel wat minder. Terwijl wij nog wel de nodige energie hadden om toch wel voor de volle winst te gaan. Dat ging hun eigenlijk ook wel doen, maar ze werden wel wat minder dreigend. En de loopwerk was wel wat minder. Ik vond dat wij wel wat meer power hadden als hun. En dat is misschien uiteindelijk nog wel beslist. Maar goed, de goal van een standaard situatie, cornerbal. Dus ja, dat was geen spelsituatie. En dan, dan moet het even mee zitten. Nou goed, het is ook een kwaliteit hè, dat je altijd blijft gaan voor die 1-0. En soms zit het tegen, maar nu zit het dan lekker mee. Ja, klopt. We mogen de laatste weken niet zo op klaar. Hè. We de ASSV thuis ook al met enig geluk de punten binnengehaald. Mm-hmm. En gisteren dan ook weer. 0-0 had ook wel een paar minuten voor tijd. Zijn wij al van ja, dan maar een punt. Hè? En goed, dan valt hij toch wel gelukkig. Dus ja, soms zit het tegen. In het begin van het jaar verloren we op een buitenpost. Terwijl we de heel goed speelden. Het waren 0 punten. En nu halen we de punten weer wat in. Dus prima. Precies. En Scherpenzeel verloor, zeg maar onverwacht. Dus je staat weer gelijk met Scherpenzeel. En natuurlijk is VVUG in zicht en Excelsior. Ja, dat klopt. Want dat betreft is er wel een beetje een top 4 daarin. En daar mogen wij gelukkig nog in meedoen. Ja. Maar goed, we krijgen wel twee cruciale wedstrijden nog, zeg maar. En zeker volgende week, dan is het heel bepalend, denk ik, voor de verder verloop van de competitie. Ja, je zei in de eerdere nabeschouwing al eens van, we hebben eigenlijk een paar punten te weinig. Vind je dat nog steeds zo? Nee, dat wordt nu wel aardig weggetrokken. Ja. En ons doelstelling is eigenlijk om 30 punten te hebben, zeg maar, na die 15 wedstrijden, de break en de winterstop. Ja. Dus, we hebben nu 26, we moeten nog 4 halen in 2 wedstrijden. Als we dat kunnen realiseren, dan denk ik dat we aardig op koers liggen. Ja, precies. Want volgende week heb je een hele interessante wedstrijd. Dan speel je tegen Excelsior. Hoe kijk je daarnaar? Ja, het is natuurlijk een wedstrijdje op zichzelf. Hè. Dan wel een klein beetje een derby. Jongens kennen elkaar aardig goed over en weer. Liggen we dicht bij elkaar. Excelsior heeft toch wel een bepaalde naam. En ik doe wel respect aan. Vorig jaar nog de divisie. Ze zijn nog steeds ongeslagen. Doen het hartstikke goed. Ja. En dat vond natuurlijk wel een uitdaging om een topwedstrijd te spelen waar we toch de laatste anderhalf jaar op de beslissende momenten soms in tekort kwamen, of vaker tekort kwamen. Is dat nu opnieuw weer een testcase van kunnen we zo'n topwedstrijd die ook in punten omzetten? Of moeten we afhaken? En dat zal de insteek zijn volgende week. Maar het is een heel mooi affiche waar iedereen in de club en de jongens naar uitkijken. Ja, ik kan me voorstellen, want het leeft lokaal gewoon. Even nog wat anders. Hè. De trainerscarousel komt weer op gang. Je bent alweer een paar jaar bezig bij Roda. En niet zonder succes. Hè. Dat gaat hartstikke goed. Heb je al gesprekken gevoerd met Roda? Nee, die volgende aanstaande week volgen die. Oké, dus nog geen nieuws rondom het volgende seizoen? Nee, nog geen nieuws. Nou, dan wachten we dat gewoon af. En ga ik jou heel veel succes wensen met de wedstrijd van volgende week. Hopelijk kun je de punten mee naar Aalto terugnemen. En de aansluiting verder richting de top van de vierde divisie halen. Dat zou mooi zijn. Dankjewel voor nu, Laurens. En een fijne zondag. Prima, oké. Dag. Oké, dag.